Dank u wel. En dan gaan we naar onze laatste en vierde en laatste moet ik eigenlijk zeggen, pitchen van vandaag. Waarna we nog weer even een korte discussie hebben of een gesprek. En uit Zwolle afkomstige wethouder, Ed Anker alsjeblieft. Heb je een klikker nodig? Ja, die heb jij. Die ga ik halen. Express. We hebben vanochtend al gewaarschuwd dat als ik dat ding kwijt ben, dan heeft hij hem ergens bij zich. Welkom allemaal in Zwolle, maar dat is al meerdere malen gezegd. Goed dat deze eerste platen voorstaat. Dankjewel. Ja, dankjewel. Zwolle Deltastad, het is een iets moderner plaatje dan dat Henk ons net liet zien. Hoewel die platen de 17e eeuw ook zeer gedenkwaardig is. Maar Zwolle is een Deltastad. En daar zijn we eigenlijk de laatste jaren maar weer eens mee begonnen om dat hardop te zeggen. Want dat zou je soms vergeten, dat wij een Deltastad zijn. We zijn namelijk ook een economische topregio, geloof ik, de regio Zwolle. We zijn een groeistad geweest. In ons oud structuurplan moesten we nog tienduizenden woningen een plek geven. We waren nog helemaal niet bezig met water. En in alle onze plannen die we nu aan het maken zijn, is water teruggekomen. Is dat weer het leidende thema? Want het is inderdaad, net zoals bij Kampen, hetgene wat onze stad groot heeft gemaakt. Een van onze stedenbouwers, Henk Snel, die geeft me altijd het volgende plaatje. Volgens mij is Henk hier ook ergens. Ik zeg dan, kijk eens naar deze plaat, want het is ook Zwolle. Wat valt je op en wat zie je niet? Dan ga je even kijken en op een of andere manier blijf je dan toch, de peperbus die staat er nog op, dat blijf je allemaal zien. Maar wat je vooral ziet is dat we een groot waterplein hebben. Dat hebben we nog steeds, er gebeuren ook allemaal leuke dingen omheen. Maar er liggen ook heel veel schepen en je ziet dus heel weinig auto's. De oriëntatie in deze tijd was ook nog steeds, 1940, heel erg op het water bij Zwolle. En dat is inderdaad, dat zegt iedereen een beetje wat sleets geworden, een beetje vergeten. Maar het is er nog steeds. Dit is onze stadsgracht. Het is altijd een slecht grapje wat ik gebruik, want ik ben een westeling, dat kan je een klein beetje nog af en toe aan mijn dikke S horen. Ik dacht, ik ga naar het oosten en dan wordt het een beetje droger. Toen kwam ik in deze stadsgracht terecht. Dit is hoogwater in 2012, maar ook deze winter gebeurt regelmatig dat er een klein rood lintje staat. Het beschermt nergens tegen, maar laat ons wel weten van pas dan weer op aan de zijkant van het waterkoop. Dit is onze stadsgracht. Onze historische binnenstad is een eiland in het IJsselmeer. Dat weet niemand. We staan ook volgens mij niet echt in Zuiderzeegidsjes. Wij zijn een eiland in het IJsselmeer. Het IJsselmeerpeil is ook het pijl in onze stadsgracht. En dat is dus wel spannend, want we hebben rivieren om ons heen lopen. Maar er valt hier ook regen. En als de stadsgracht al vol is met IJsselmeerwater en er komt ook nog eens een heleboel regenwater bij, waar moet dat dan allemaal heen? Oftewel, er is stevige urgentie als het gaat om water in de stad. Want inderdaad, Stadshagen, ja, dit is niet 2 millimeter boven je grassprietjes. We hebben hier echt wel mensen die het water niet meer wegkrijgen. Het is een prachtig gebied, een van de mooiste Phoenix-locaties van Nederland. Sommigen weten dat ik geschiedenis heb in Almere. Als ik dat zeg, dan betekent dat wat. Een van de mooiste Phoenix-locaties van Nederland is Stadshagen. Prachtige gammaschutting ook. Maar die heeft dit probleem. Dat is het nieuwste wat we in Nederland hebben gebouwd. En die hebben dit probleem. Oftewel, wij elke dag nog lopen wij tegen de praktische problemen van het water aan. En wat doen wij ondertussen wereldwijd? Dit. En dit vind ik echt fantastisch. Ik ben van 1978, ik weet niet eens meer precies, maar ik heb gewoon nog achter een heel klein televisietje gezeten. En koningin Beatrix de stormvloedkering zien openen. En ik heb ook de 12e provincie, de start daarvan, de viering, ook op televisie gezien. Ook met koningin Beatrix. Heb ik ook allemaal de basisschoolfilmpjes van gezien. Dus dit hele delta werken, dat zit bij mij hier. Dat voel ik stevig. Toen ik de plannen voor de Great Garuda zag, dacht ik, wauw, dit is geweldig. En toen ik de mensen sprak van onder andere Witteveen en Bos en Grondmeij die hierbij betrokken zijn, dacht ik, jullie zijn mijn rocksterren. Dit is geweldig. Maar eigenlijk is het belachelijk dat wij dit wereldwijd aan het maken zijn en dat wij dit hier in Nederland aan het bouwen zijn. Ja, knap. En dit is ergens ook alweer achterhaald. Want waarom doen ze dit? Ja, omdat dit een primaire kering is. Er staat onze minister, Melanie Schultz, op de primaire kering bij Jakarta en daarachter daalt de grond en het water, zeewater stijgt. Dus je kan er idyllische krant lezen op de primaire kering van Jakarta. Maar als het regent aan de ene kant en het water stijgt aan de andere kant, zie je dat echt niet op je gemak.
Dus dit is de belangrijke vraag. Hoe ziet de nieuwe deltawerk er nou eigenlijk uit? Want dit zijn de deltawerken. Hier word ik enthousiast van, hier krijg ik gevoel bij. Maar dit is wel echt groot. Dit is nu hier in Nederland het probleem. Dus de nieuwe deltawerken die kunnen niet alleen maar dit soort grote eilanden in de zee zijn. We kunnen niet meer een werkeiland bouwen wat dit in Stadshagen gaat oplossen. Dit zijn onze nieuwe deltawerken. En dat is een heleboel slimme oplossingen die je met elkaar tot stand moet brengen. Dus hier, ik kan een paar dingen zeggen, maar je ziet vol bij Zwolle daar staan. Kan ik hier ook mee dit doen? Ja, wauw. En voor andere mensen, daar. Hier zijn wij een oud ziekenhuis aan het afbreken. Ziekenhuis, het oude Isola zou je kunnen zeggen, de Wezenlanden. Dat wordt afgebroken, dus enorm trein. Er wordt ook een heel nieuwe wijk gebouwd. Prachtig, een van de mooiste nieuwbouwprojecten van de stad. Alles is prachtig, alles is geweldig, hè, mijn bestuurder. Dat weet u dat ook. Maar dit zit dus naast die stadsgracht, daar ga ik niet meer mee naar terug, naast die stadsgracht. Dus het is echt een hele mooie plek, want voorname woningen kunnen daar op het water kijken, op de stadsgracht kijken. Maar wat doe je dan? We hebben het voor elkaar gekregen met de bouwer dat daar een dijklichaam wordt gebouwd in die woningen. Dus mensen gaan gewoon rondom een dijk wonen. Ik weet niet of ze er een zitkuil achter krijgen, zijn we toch een beetje in de 80 jaren terug. Maar wat je hier ook ziet is inderdaad ruimte voor de rivier bij Kampen. Dat is ook het vraagstuk van de Sallandse Weteringen dat wij hier hebben. Wij hebben daar een mooie rivier lopen. De IJssel, we hebben de Vecht lopen. Maar we hebben ook een soort trechter waar het hele achterland van de Sallandse Weteringen in afwatert. Daar moeten wij allemaal oplossingen voor bedenken. Mijn stelling is dat de nieuwe deltawerken niet meer de Great Garuda zijn. Ja, ook. Op andere plaatsen. Maar in Nederland hebben we dat redelijk getackled. Maar de nieuwe deltawerken, dat worden waterbeschermingsmaatregelen en dat niet alleen, ook economische kansen pakken in de haarvaten van je stad. Zoals Gerrit-Jan net zegt, water inderdaad als je vriend gebruiken. De kansen ervan zien, maar ook absoluut telkens bij elke kleine beweging die in de structuur van je stad maakt. Of je iets aan het bouwen bent of iets aan het uitgraven bent. Nadenken over waterveiligheid. Over wat doet dat water met me. Bijvoorbeeld dit. Echt de haarvaten van je stad. Als wij dingen met riolering doen, proberen wij direct het regenwater af te koppelen. Een heleboel nieuwe steden van Nederland is dat al gebruikt, maar een heleboel oude steden is dat nog niet zo. Dat maakt dat je in ieder geval je hele rioleringssysteem niet direct onklaar hebt op het moment dat het begint te regenen. Hier hebben wij, dit is het minst sexy project ter wereld. En als je tegen een ingenieur zegt, dan zit er een aantal. Nou, hier wordt u enthousiast van. Want dit is een dijk. En zeker voor waterschappers, wij hebben dus een dijk. Dit is een dijk, de Pannenkoekendijk, rondom de oude stadsgrens. En daar hebben we bomen in staan. Dat mag helemaal niet, maar dat wilden we wel heel graag. Want ja, bomen zijn hartstikke goed voor een stad. Hè? Tegen hittestress bijvoorbeeld, dan zouden het water langer vast. Dus waterschappen eigenlijk ook wel graag bomen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben met elkaar ontworpen. En wat we hebben gemaakt is een theoretisch dijkprofiel. Daar staat heel nifty geen boom in. Maar in de rest staan wel bomen. En we hebben vervolgens dat hele dijkprofiel met groene walletjes ingevuld. Als je nu even een rondje naar de binnenstad rijdt, dan kunt u het mooi zien. Bomen erin. Dus het heeft ook een degelijke sponswerking. Het werkt bij aan de vergroening van de stad. En we hebben hier ook nog, dat valt er bijna af, een hele mooie meedrijvende steiger gemaakt. Dus we hebben eigenlijk gewoon een heel nieuw stuk binnenstad gemaakt. En waarom is dit nou sexy? Omdat dit iets is waar we in Nederland goed in zijn. Dit is samenwerken. Dit is tegen met het waterschap, met de provincie, met de gemeente, met iedereen die erover meepraat, bij elkaar gaan zitten. Jongens, we willen een aantal dingen. En hoe gaan we dat nou mogelijk maken? En dit lukt. Wij moeten in Zwolle nog even wat beter in worden om er een bordje op te zetten van kijk eens, dit is gaaf. Maar oké, daar maak ik me druk om. Dit is, je ziet een aantal mensen die hier ook zijn, onder mij Gerrit-Jan, de dijkgraaf Bert Boerman. En een heleboel kinderen hebben die kleilaag aangelegd bij Stadshagen. We zijn nu bezig met plannen om ook de gaten nog die er in het walletje zitten, om die te sluiten. En dit is ook een heel erg spannend project. Daar hebben we vanochtend Henk Overink ook even over mij mogen praten. Het watercasco Zwolle. Want als er zo ontzettend veel om je stad heen stroomt en op je stad valt en je aan het zoeken bent waar het weg moet, dan moet je erover gaan nadenken, wat is nou je grote systeem waar het allemaal in gaat plaatsvinden. En waar wij achter zijn gekomen is dat onze regio altijd al vol zat met mensen die dat water een plek aan het geven waren en er geld mee aan het verdienen waren enerzijds en zich er zelf tegen aan het beschermen waren anderzijds. Dit is nu een heel interessant vraagstuk. Dat we kijken, kunnen wij al het water wat via die Sallandse Weteringen langs die stad moet, dat IJsselmeereiland,
kunnen we dat ook al ergens anders laten wegstromen op een goede manier. En dan komen we op de oude waterwerkjes van honderden jaren terug van de eerste monniken komen we daar tegen. Ik ga u daar ooit meer over vertellen. Het is nu nog zwaar in onderzoek, maar het is wel een heel erg gaaf project. En dit is inderdaad wat mensen ook gewoon in de straat aan het doen. Zijn gelukkig zijn er steeds meer mensen aan het nadenken. Ja, het moet hier groener in mijn stad. Het moet groener in mijn straat. Dat is belangrijk. Wij gaan vanmiddag een city deal ondertekenen. Want ik sta hier een verhaal te vertellen over Zwolle. En dit is mijn verhaal. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zou het moeilijk vinden om het verhaal van Rotterdam te vertellen. Terwijl ik weet dat er in Rotterdam hele gave dingen gebeuren. Ik heb in Den Haag gewoond, maar ik kan het verhaal van Den Haag niet vertellen. Ik ken mensen uit Dordrecht, die zitten onder andere met mij in de VG-commissie Water, maar ik kan het verhaal van Dordrecht niet vertellen. En ik ken Gouda redelijk, wat lag dicht bij Den Haag, ook redelijk goed. En ik weet wat van de bodemdaling en van de palenproblematiek, omdat een andere stad waar ik heb gewoond dat ook heeft gehad, Zaanstad. Maar ik weet ook hun verhaal niet. Als de nieuwe deltawerken in het stedelijk weefsel plaatsvinden, dan is dat allemaal mega lokale kennis. En wij moeten het voor elkaar krijgen om al die superlokale kennis, die telkens op een bepaald front heel erg gespecialiseerd is, om die bij elkaar te brengen. En daarom sluiten wij vanmiddag een city deal. Dat wij hebben gezegd als 5 gemeenten, met gelukkig ook nog een heleboel private partijen erbij, wij moeten daar een kennisgemeenschap van gaan opzetten. Het is belangrijk dat wij datgene wat wij leren in samenwerking en in inventiviteit, dat wij dat bij elkaar brengen en dat groter maken. Zodat uiteindelijk ook die Great Garuda ergens niet meer nodig is. Want dat zijn nog een heleboel. Daar lopen wij in Nederland voorop. Mijn stelling is, tenminste is mij gevraagd om stelling. De nieuwe deltawerken vinden plaats in de stad. De City Deal werkt daaraan mee. Dat was mijn verhaal. Dank u wel.